Een beetje regen, een beetje zonneschijn, een beetje egelende muziek, maar heel veel publiek. Dat vormde de inhoud van Geurentoet 2009 in Park de Geuren in Hellendoorn op de zondagmiddag. Dit jaar met gasten uit Lochem. De zesmansformatie Vinočanka speelde Tsjechische blaasmuziek, vooral uit de streek Moravië. En dat viel in bijzonder goede aarde bij het publiek. Maar ook klanken van de Eschlenderkapel, de vereniging die Geurentoet ieder jaar weer organiseert, speelde vrolijke muziek. Voor de Hellendoornse kapel was Geurentoet een voorproefje op het concours dat op 1 november gehouden wordt in Muntendam. Daar komt de Eschlenderkapel voor het eerst uit in de allerhoogste klasse voor blaaskapellen.